erop uit ontmoet ik bekende mensen die mij op de fiets meenemen naar een bijzondere plek in de stad. In deze laatste aflevering van het seizoen ga ik met Voske Tarma van der Wal op pad. Begonnen op de lange baan, maar nu alweer een aantal jaren succesvol als marathonschaatster. We gaan naar een plek waar het voor haar allemaal begon en waar niet alleen maar voetsporen liggen. Vertel eens, wie is Voske Tarma van der Wal? Nou, ik ben dan, ja, mensen die me dan wellicht kennen, die kennen me dan van het schaatsen. Ik ben van jongs af aan eigenlijk, ja, ben ik zo een beetje in het schaatsen gerold. Verschillende sporten gedaan, shorttrack skileren, lange baan schaatsen. En uiteindelijk ben ik nu terechtgekomen bij, oh ja, op de marathon al een aardig wat jaren. Ja, dat is, nee, dat ben ik niet alleen, maar dat is wel de sport in mij, zeg maar. Daar ben ik schaatsen. Nou, je bent dit jaar 2014 winnend begonnen. Je bent Nederlands kampioen marathon geworden. Eigenlijk kan het nu alleen nog maar minder. Ja, dat is ook zo. Dit seizoen moest ik er wel lang op wachten. Dat was eigenlijk mijn eerste overwinning ook van dit seizoen. Het hele seizoen gaat het al best wel heel goed. Maar ik weet ook dat alles moet altijd samenvallen om toch de wedstrijd te kunnen winnen. En ik ben heel blij dat het op de NK gelukt is. En mensen die totaal niet weten wat marathon schaatsen inhoudt, hoe lang ben je aan het schaatsen? Nou, als wij op kunstijs, zoals hier, dat we op Kardingen zitten, dan rijden we marathon voor de cupwedstrijden, zeg maar. Dus die we gewoon eigenlijk elke week hebben, elke zaterdag. Dan rijden wij 70 rondjes. Dus dat is, zijn we misschien een dik half uur zijn we daarmee bezig. Ja. Dus dat valt wel mee. Het echte werk gebeurt op natuurreis. En dat is hoe lang? Dat is, dat verschilt van 70, 80 kilometer tot de 200 alternatieven natuurlijk. En hopelijk nog een keer die Elfstedentocht. Dit is natuurlijk wel het jaar van de Olympische Spelen. Marathon is geen Olympische sport. Nee. Hoe vind je dat? Nou, heb ik eigenlijk... Olympische Spelen is natuurlijk voor heel veel sporters het hoogst haalbare. Kijk, en je ziet ook sommige landen, als je bijvoorbeeld naar de Amerikanen kijkt, vind ik altijd knap. Want die zitten altijd Olympische Spelen, weet je, dan zijn ze op hun best dat jaar. Dat is gewoon, dat is zo typisch en dat is wel heel knap natuurlijk dat je er zo naartoe kan werken. En dat is voor iedereen heel belangrijk, maar ik heb... op een gegeven moment zat ik in de lange baan en toen ging je daar toch wel volledig voor. En toen was het zo van, toen weet ik nog, het kwalificatietoernooi voor Turijn. En toen reed ik toch wel aardige tijden, dat zat je er net tegenaan voor plaatsing. En dan denk je, over 4 jaar. Maar toen die jaren daarna gewoon heel veel in geïnvesteerd, maar niet eruit gekomen. Dus ja, dat was voor mij, weet je, op dat moment had je zoiets van, over 4 jaar dan wil ik er staan. Maar als je dat op een gegeven moment dan niet... Zo liep dat, ja, dat liep gewoon zo niet en daar heb ik zeker wel vrede mee, dat is, is niet anders. Waar is het misgegaan? Ja, weet ik niet, dat is ook een beetje samenloop van omstandigheden, denk ik. Sowieso een hele andere, op een gegeven moment kies je ervoor om echt specifiek ergens voor te gaan, dus echt op lange baan schaatsen. Dat had ik natuurlijk al die jaren, ik was altijd, zomers skillerde ik, winter shorttrack, lange baan, dat ging allemaal naast elkaar. En, dat was misschien ook wel mijn kracht, dat je gewoon alles wel, dat je het allemaal, die combinatie gewoon met elkaar. En ik denk dat dat wel een van de dingen is, weet je, ga je op een gegeven moment volledig voor het lange baan schaatsen. Het enige wat je op dat moment eigenlijk doet. En ik denk dat nu, zeg maar, hoe ik nu marathon schaats en hoe ik er nu bij werk, dat is een hele, dat is gewoon een mooie combinatie. Ja, is dat de finesse voor jou geweest om vol ergens voor te gaan? Nou, misschien wel. Misschien was ik daar mentaal nog niet zo sterk voor. Omdat, en het plezier, kijk, dat staat bij mij, is het altijd voorop gestaan. En daarom heb ik op een gegeven moment gekozen om een jaar wel te stoppen. Omdat ik het plezier op dat moment niet meer had. En dat heb ik sindsdien dat ik weer begonnen ben, heb ik dat zeker weer teruggevonden. Ik heb natuurlijk hele hoge pieken gehad en ook wel wat dalen.
Nou, ik weet er alles van. Ook, mijn ouders zijn ook gescheiden. Hoe was dat voor jou? Kun je dat scheiden van je topsportcarrière? Nou, ik denk dat op dat moment was dat denk ik wel. Het viel wel allemaal samen. Dus dat waren ook wel de omstandigheden. Ik kan dat wel scheiden, maar ik kan nu niet zeggen van dat je daar helemaal geen last van hebt. Of dat je daar niet. Kijk, voor mezelf had ik niet dat gevoel. Maar op het moment dat jij natuurlijk met de sport probeer je alles eruit te halen en dat lukt niet en dat loopt niet. En dat valt natuurlijk allemaal samen. Ja, want hoe ga je daarmee om? Ja, je probeert dat toch een beetje. Je weet altijd, als je wint, dan heb je vrienden. Als je verliest, dan niet meer. En dat hoort erbij. Merkte je dat ook in dat jaar toen je gestopt was? Ja, tuurlijk. Weet je, dat is altijd, maar dat was meer denk ik in die voorafgaande periode dat je minder rijdt. Dat is, als het minder gaat, weet je, mensen zijn gewend dat je op een bepaald niveau presteert ook. En als je dat op het moment dat je dat niet meer doet, dan is dat, weet je, dan valt mensen dat natuurlijk wel op. Dat komt gewoon omdat ik had er gewoon ook echt geen plezier meer in. Dus dat, in het begin was dat zeker wel moeilijk. Weet je, wat ga je doen? Ik deed een studie. Nou, dat ging heel goed toen ik nog schaatste. Toen ik stopte met schaatsen, toen dacht ik echt van, je had toch een bepaalde structuur. Ook al was dat altijd soms vliegen om alles te kunnen doen. Maar je had wel een bepaalde structuur erachter. En dat was dus toen ik stopte, ga je aan het werk en ga je meer aan de studie besteden. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van, ik moet maar weer beginnen. Het lijkt eigenlijk een beetje een succesverhaal. Je bent gestopt, het wilde niet meer. Opeens ben je toch weer begonnen. Je hebt plezier in het schaatsen weer gevonden. Ja. En je wint alles. Ja, dat lijkt misschien zo. Maar ik heb natuurlijk een paar jaar terug heb ik heel veel wedstrijden gewonnen. Ook op de marathon. En dat, je merkt toch, die jaren daarna is het toch. Op een gegeven moment kun je bijna alleen nog maar. Je kan alleen nog maar verliezen eigenlijk. En wat vind je leuk aan die eindeloze rondjes schaatsen? Nou, ik vind bij de marathon schaatsen is het, weet je, het spelletje wat je met elkaar hebt. En het tactische spelletje wat je hebt, de snelheid wat je opbouwt. Toch het uitstuit jezelf, van jezelf vraagt. Dat is mooi. Ja, en als je nog eens de kijker mee wil nemen in jouw leven als marathon schaatser. Denk je ook wel eens van tijdens een marathon? Of wat denk je tijdens een marathon? Waar ik aan denk? Ja. Ja, niet aan zo heel veel dingen. Ik zit alleen maar te denken van, komt er wat om me heen, zeg maar, waar ik achteraan moet? Of moet je. Nee, in de wedstrijd zit ik eigenlijk gewoon volledig. Ja, heb ik volledig de focus op de wedstrijd. Ik ben ook nog niet heel vaak wel op de wijzer geweest. Heb ik één keer de 200 gereden. Maar dat vond ik wel. In het begin had ik daar wel een beetje moeite. Want ik denk, dit is wel heel lang en wel wat saai. Maar dat was ook echt hele goede omstandigheden. Dus we reden daar echt met z'n allen. In toertempo reden we daar rond. Ja, dan denk ik wel eens van, wat zijn we eigenlijk allemaal aan het doen? Maar verder, altijd nee. Wedstrijden van 80, weet je, zoals het NK dan de afgelopen jaren, de matuurreis. Ja, dan ben je gewoon volledig, zit je er volledig in. En als je er niet zit, dan gaat het ook niet goed. Wanneer is jouw carrière klaar? Wanneer is het voor jou genoeg? Dat weet ik niet. Dat zal op dat moment, denk ik, zal ik dat wel aanvoelen. Dat ga ik vanuit. Nee. Sommigen zeggen, dan, als je alle wedstrijden die je wil winnen dan op het lijstje hebt staan, dan is het goed. Maar ik denk dat dat voor mij, zal ik dat toch op dat moment aanvoelen wel. Ik denk dat ik daar wel, zeker ook omdat ik al wel wat, weet je, ook al een keer gestopt ben. Ik denk dat ik het op een gegeven moment, weet ik het gewoon wel, dat het goed is. En, dat is op dit moment nog niet, dus we gaan nog mooi verder. Tot slot, de Voske voordat ze gestopt is en de Voske die nadat je gestopt bent en weer een herstart hebt gemaakt, is de Voske nu completer en gelukkiger? Ik denk wel, dat denk ik wel. Ja. Wel zeg maar op de manier waarop ik het nu doe. Dat is hoe ik nu alles gewoon kan combineren en hoe ik nu mijn sport beleef, denk ik dat ik. Ik ben me er zeker wel van bewust dat het niet,
het zal niet eeuwig duren. En ik geniet er nu gewoon heel erg van. En dat is het belangrijkste. Is het nu meer met een glimlach? Ja, al was dat toen ook wel zo, maar op sommige momenten gewoon niet. En dat is natuurlijk altijd. Je hebt die ups en downs en dat hoort erbij. Maar te veel downs, daar wordt niemand gelukkig van. Absoluut. Hey, ik zie dat de Zamboni van het ijs gaat. Ga je toevallig nog een paar rondjes rijden, zeg? Ja, ik trek nog even de schaats aan. Hey Paske, dankjewel. Heel veel succes. We gaan je volgen. Dankjewel. Doei, doei.